Kamerlid Ahmed Marcouch vandaag in de studio. Hij heeft een boek geschreven, Mijn Hollandse Droom. En ik zeg, ik heb 2 exemplaren. Dus de eerste 2 bellers die nu bellen, die krijgen hem. 0909-3869-3869. Wil je dat geweldig boek hebben? Bel gewoon en je hebt hem. Klaar. Tjoep. Zo geregeld, zo gedaan. Nou, het is tijd voor Snippet Swirl. Ahmed, je luistert heel vaak naar muziek, neem ik aan. Overal waar je gaat, waar je verschillende muziekjes. En we hebben een paar van jouw favoriete muziekstukjes. Die gaan we even erbij halen. En dan moet je ons vertellen welke herinnering of emotie bij je opkomt. En waarom het jouw favoriet nummer is. Cool? Ja. Oké. Okay. Dit is Feiruz. Het is ontzettend rustgevend. En mooie muziek, mooi tekst. Het is muziek wat vooral jeugd terugbrengt. Jeugdherinneringen en met alles wat daarbij hoort aan familie. En, ja. Dus ja, dat, het brengt je gewoon in een andere tijd. Dus soms zet je dit gewoon op om gewoon even aan de oude tijd gewoon terug te denken. Ja, maar ook om gewoon lekker te ontspannen. Het is niet druk, het is gewoon relaxed. Lekker ontspannen. Nou, we gaan naar het tweede fragment. Ja, Phil Collins. Phil Collins, ik ben heel lang orthodox, radicaal, religieus geweest. En muziek was not done. Dus ik heb een hele periode in mijn tienerjaren gewoon geen muziek geluisterd. Mocht ook niet, van mezelf. En toen ik er weer in kwam, begon dat met een bandje. Kreeg ik van een vriendin van Phil Collins. Ja. En ik vond het, ik werd meteen verliefd. Dus ik vond hartstikke mooie muziek. Dus dat was de eerste plaat? Of westerse muziek, hè? Westerse muziek dan, hè? Dus dat, ja. Ik vind gewoon een hele mooie man. En ik kan mooi zingen en mooie teksten. Dus ik, en het heeft misschien ook wel iets mediterraans, iets Arabisch. Think twice. Ja. Maar heb je hem wel eens live mogen zien? Nee. Okay. Nee. Ja, zo'n fanaat ben ik ook weer niet. Ja. Ik ben wel een lui consument wat dat betreft. Oh, dus als ik 2 kaarten zou hebben voor het concert van hem, dan zou je niet gaan? Okay. Jawel. Oh, okay. Ja, dan wel. Dan word ik een Hollander. Geïntrigeerd, come on. We gaan naar het derde fragment. Ja. Mensen denken dat ze verkeerd ingeschakeld zijn. Dat is van niks. Ja. Ja, dit is gewoon een heel mooi klassiek. Dit is gewoon, kijk, zo moet je ochtend beginnen. Oké, dus hint voor ons, we moeten ook zo ochtend doen. Nee, het is meer voor oude mannen. Ja. Nee, maar klassiek muziek is gewoon, het is gewoon heel rustgevend. Als ik naar Den Haag rijd, soms met de auto. En dan staat hij gewoon op, niet op jullie, maar op Radio 4 afgestemd. En dan is het gewoon heel mooi genieten van die mooie landschappen met klassiek muziek op de achtergrond. Ja, ja, geweldig. Wauw. Oh, ik zie een soort van scène van een film. Ik ook zo. Wanneer we dan een boek gaan verfilmen, weet je wel. Ja. Dat we dan, ja, ik zie het. We zien het voor ons, we zien het. Basis, hè? Ja. Ik vind Nederlands liedjes, gewoon Nederlands gezonnen, vind ik ook gewoon heel mooi. En Hazes die zien dit liedje als een soort van een vermaning of een advies aan zijn zoon. Ja. Dat doet ieder vader. Dat doet me ook een beetje denken, even los van de manier waarop hij zingt natuurlijk. Heel emotioneel en betrokken en Nederlandstalig. Ik vind Nederlandstalige liedjes ook gewoon. Draaien jullie die wel eens? Geen André Hazes, maar nee, we draaien Nederlandstalig. Voor radio. Ja, voor radio. Ja. Ja. Nee, maar ik vind het zelf heel erg mooi, maar ook belangrijk, hè, dat er in het Nederlands gezongen wordt.
En wat Hazes eigenlijk met dit liedje doet, is wat heel veel vaders doen. Hè? Dus al je ervaringen proberen te delen met je. En dat doet mijn boek een beetje ook. Hè? Van gewoon je levensloop een beetje schetsen. En je zoon ervoor proberen te behoeden dat hij dezelfde fouten maakt.